kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vanavond hebben wij voor u in focus: minister Polak bezoekt kindertjes Sophia's crash, vrouwen gewapende beroepen organiseert voorlichtingssessie voor vrouwen, ook Astrid Deira is een heldin en First Lady doneert in verband met Vrouwendag. Het is 8 maart en internationaal staat deze dag bekend als de Internationale Dag van de Vrouw. In dat kader heeft First Lady Ingrid Bouterse-Waldering gemeend om een aantal Surinaamse vrouwen blij te maken met het pakket. Maar dat niet alleen. Ook zijn enkele instellingen en organisaties in aanmerking gekomen voor wat donaties. We nemen u mee naar dat moment. Suriname kent heel veel gezinnen met alleenstaande moeders. Moeders die zorgen voor hun kinderen, waarvan de vader is nergens te vinden. De vaders ondersteunen niet. Ik wil van hieruit natuurlijk de vaders vragen om hun plichten te kennen. Dat ze ook daar moeten zijn voor hun kinderen. Ik wil de moeders vandaag poweren. Ik weet, vrouwen zijn sterk. Ik zeg dat altijd. Vrouwen zijn heel veel sterker dan mannen, sorry, zo is het gewoon. Want wie is een panode? Ze gaan door en door en ze brengen hun kinderen op. Ik wil jullie vandaag echt feliciteren. En dit is gewoon, het is een ondersteuning. We weten, moeders hebben het niet makkelijk. Maar ze geven ook niet op. En ik wil ze vragen om ook niet op te geven. Jullie kunnen het, jullie zijn sterk en gaan jullie door. Jullie zijn eigenlijk de krakatiki van een samenleving. Dus moeders vandaag, gefeliciteerd. Zonder jullie, zonder onze moeders, hadden we het niet zo ver geschopt in Suriname. Vandaag is het Internationale Dag van de Vrouw. En eigenlijk heeft u een heel belangrijke rol. U gaat terug met een aantal pakketten. Kunt u ons het verhaal daarachter vertellen? Oké, het is namelijk zo dat er een voedselschaarste is, specifiek in het bestuursresort Koruni, waar de trio's eigenlijk altijd een probleem hebben met hun cassave teelt. Cassave is hun hoofdvoedsel en het kweken van telen van rijst hebben ze niet. En ze hebben de know-how ook niet ervan. Het is namelijk zo dat tijdens de droge tijd hebben ze last van die draagmieren die de aanplanten opvreten. En dan heb je in de regentijd dat het onder water raakt of modderig wordt, waardoor het aan rotting onderhevig is. En de kapitein heeft al een paar keren gevraagd voor een ondersteuning voor voedselpakketten om de mensen te ondersteunen in wat andere voeding. En het is ons geluk. De First Lady heeft gehoor gegeven, want de kapitein had een brief gestuurd naar de DC. We hebben nu een nieuwe DC, DC Serino. En zij heeft dus de First Lady benaderd om ons te helpen met de voedselpakketten. En ze heeft gehoor gegeven daaraan. Om hoeveel pakketten gaat het? Het gaat om 65 pakketten. Om en bij 65 huishoudens die daar in het gebied, in het dorp zijn. Het dorp Sipaliwini. Ik stel me zo voor dat de moeders daar, de vrouwen in het dorp, dit nieuws al gehoord hebben. Wat is hun reactie? Ze zijn super blij natuurlijk en ze kunnen niet wachten. Dus morgen gaat de vlucht naar daar. Blue Wings gaat het transporteren. Daarvoor betaalt het commissariaat wel voor de vlucht. En dus ze zijn echt in de spanning en ze wachten. Wat vindt u van het idee van de First Lady om op zo'n belangrijke dag mensen te gedenken met een pakket? Ik vind het een leuk idee van de First Lady, want zo gedenk je dan toch
een aantal vrouwen die het hard nodig hebben, maar ook vrouwen die hard werken. Ze zijn alleenstaand en ze zorgen ervoor dat ze toch wel wat bereiken voor hun toekomst. Heeft u nog een boodschap in verband met de Internationale Dag van de Vrouw? Ja, we zijn vrouwen. We zijn de krakatikies, zoals de First Lady het zei. Vrouwen geven jullie het niet op. Hoe moeilijk het ook lijkt of hoe moeilijk het soms zit. Soms zitten we echt met onze handen in onze haar. Maar er is altijd een oplossing. En God staat ons altijd bij. Ik wil de boodschap doorgeven dat ze misschien harder hun best kunnen doen. Dat doen ze al tenminste. We gaan ervoor. We zijn vrouwen. Allemaal vrouwen. En we weten dat we hard werken. We zijn ook flink. Dus we gaan ervoor naar de toekomst toe. En ik wens alle vrouwen een mooie en vrolijke Vrouwendag toe. Heldinnen, ja. Wij vrouwen zijn allemaal heldinnen. Internationaal is het thema van dit jaar in verband met de Dag van de Vrouw, heldinnen. Astrid Deira, de eerste Surinaamse vrouwelijke gezagvoerder op een Boeing 737, een van onze heldinnen. Paulus Asoiti sprak haar kort voor haar vlucht naar Curaçao en Trinidad en Tobago. Deira is piloot bij de SLM. Ik ben nu in de functie van gezagvoerder, oftewel captain op de Boeing 737-700. En dat is de machine waarin we vandaag zitten. Onlangs hebt u een eerste vlucht mogen uitvoeren en de bemanning bestond alleen uit vrouwen. Hoe was deze vlucht voor u? Wat voor ervaring hebt u daarbij meegemaakt? Nou, ik voelde me heel erg trots dat ik dat heb mogen meemaken. Ik werk al langer dan 30 jaar voor het bedrijf en ik zag nog geen andere vrouw komen. Ik dacht bijna dat het al een uitgestorven kans was. Maar ik heb het gelukkig wel mogen meemaken, 16 januari. En ik voel mezelf heel gezegend daardoor. Acht maart is Internationale Dag van de Vrouw. Wat voor boodschap hebt u voor vrouwen op deze dag? Nou, mijn boodschap voor vrouwen op deze dag is dat ze hun waarde kennen. Dat ze geloven in hunzelf, want alles kan. Neem geen genoegen met minder. Het is echt alles of niets. Streef naar je doel, ga ervoor. Verlies geen tijd met geklaag. Heb geduld. Heb heel veel geduld. En dan kom je uiteindelijk wel waar je wilt. Een vrouw die zo'n job doet, ook de stewardessen, hoeveel tijd heeft zo'n vrouw voor het gezin over? Nou, ik zeg altijd, je hebt kwantitatief en je hebt kwalitatief. Ik kan de hele dag thuis zijn en praktisch mijn stempel niet drukken. Of ik kan een korte tijd thuis zijn en mijn aanwezigheid doen gelden. Dus ik ga voor kwalitatieve tijd en wanneer ik dan thuis ben, doe ik mijn aanwezigheid gelden, ja. Als we naar de Surinaamse jeugd kijken, vooral de meisjes, dan lijkt het een beetje mis te gaan. Hebt u voor hun een speciale boodschap op deze dag? Ze moeten een beetje hun eigen waarden weer oppakken, gaan leren kennen en gesteund worden door volwassenen. Om dan te weten wie ze zijn en dan daarna streven te gaan wat ze willen doen. Maar misgaan, dat wil ik de jeugd niet op het voorhoofd zetten. Het komt goed met de steun van de ouderen. We horen vaak dat lezen goed voor je is.
In verband met de Nationale Voorlees- en Vertelweek heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Christine Polak, een bezoek gebracht aan de kinderen van de Sophia's Crash. De minister heeft de aandacht van de pupillen weten te trekken door middel van een schouwspel. U hoort minister Christine Polak en Gerda Bijlhout, initiatiefneemster van de Voorlees- en Vertelweek, over het belang van deze dag. Is voor mij een basis voor ontwikkeling en ik ben van mening dat zoveel als dat kan, dat ouders of bijvoorbeeld als kinderen op de kust zitten, dat er niet genoeg voor ze voorgelezen kan worden. Het verrijkt hun woordenschat, het geeft hun op den duur meer inzicht in allerlei situaties, dus lezen is voor mij een basis. Mevrouw Gerda, van waar het initiatief om een gast te halen om te lezen voor de kinderen? Omdat we al 19 jaar Nationale Voorlees- en Verteldag vieren. De minister is ook vorig jaar al begonnen, heeft ze ook voorgelezen. En deze minister, ze ziet dat die behoefte om te werken aan de taalontwikkeling van de kinderen, dat dat eigenlijk een must is. Wij als volwassenen zijn verantwoordelijk hoe die kinderen hun taal ontwikkelen. En daarom ben ik heel blij met haar komst, zodat de bewustwording bij de mensen gaat groeien om voor kinderen voor te lezen en te vertellen. En u ziet het, u ziet allemaal hele mooie Surinaamse kinderboeken, omdat taalontwikkeling begint in onze eigen belevingswereld. In 2000, ik heb dus bij het CCS gewerkt, en daar werd mij gevraagd, hoe kan je kinderen motiveren om te gaan lezen? En ik ben daar begonnen met verhaaltjes voorlezen. Maar toen dacht ik, hé, er moet eigenlijk nog meer gebeuren. Weet je, je leest veel. En toen hoorde ik, een stichting lezen. Toen dacht ik, dat is misschien iets om mensen bewust te maken. En toen dacht ik van, wacht even. We kunnen ook een nationale voorlees- en verteldag uitroepen. En dat hebben we dus gedaan. Nadat ik dus een jaar bezig ben geweest met voorlezen en vertellen met een groepje kinderen. Dus de eerste groep kinderen die regelmatig dus elke zaterdagmorgen kwamen luisteren naar verhalen. Hebben we uitgeroepen de Nationale Voorlezen en Verteldag. Minister, u heeft voorgelezen voor de kindertjes van Sophia's Lust. Voor hoeveelste keer leest u voor de kinderen voor? Ik schaam me bijna om het te zeggen, maar het gebeurt tot nu toe alleen in de voorleesweek. En voor deze week is het de eerste keer geweest. En uit welk boek heeft u voor de kinderen gelezen? Een boot vol dieren van Gerrit Baron. En hoe vonden de kinderen het? Ik denk dat ze het leuk vonden. We hebben die echt voorgelezen. Omdat de kinderen natuurlijk van hier in leeftijd van 2,5, 3 jaar. Dus wat we meer hebben gedaan is de plaatjes benoemen en de geluiden die de dieren maken die op het plaatje staan. Ik hoor je niet. Zie je, jij bent goed. Haider, hoe doet deze? Wat zeggen ze dat die haan doet? De Nationale Voorlees- en Vertelweek duurt dit jaar van 3 tot en met 10 maart. De commissie Vrouwen binnen de gewapende beroepen heeft in verband met de Dag van de Vrouw, dat op 8 maart internationaal wordt gevierd, voorlichtingssessies over huiselijk geweld en seksueel molest op de werkvloer georganiseerd. Wij presenteren u het volgende. De commissie Vrouwen binnen de gewapende beroepen heeft in verband met de Dag van de Vrouw, dat op 8 maart internationaal wordt gevierd, voorlichtingssessies over huiselijk geweld en seksueel molest op de werkvloer georganiseerd.
Mevrouw Caswell, van waar het initiatief om zo'n activiteit te organiseren voor de vrouwen van de gewapende machten? Kijk, wij zijn er voor de vrouwen van de gewapende machten. Vandaar is dus ook de naam Commissie Vrouwen binnen de gewapende beroepen. En weet u, wij hebben weinig momenten waarop we samenkomen. En dat is wat wij eigenlijk willen doorbreken. En vandaar ook het initiatief om deze dag te organiseren. Maar we doen het wel ieder jaar. Maar ieder jaar weer andere vorm. Wat is het thema waarvoor jullie dit jaar gekozen hebben? Het internationaal thema, heldinnen. We zijn allemaal heldinnen. U, ik, heldinnen van ons gezin. En vooral heldinnen van ons eigen leven. Begrijpt u? En vooral ook weer in verband met het seksueel geweld. Dat hier in ten dagen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, op barsten staat naar onze vrouwen toe. Hebben we dus ook gemeend om ook te praten over seksueel molest en huiselijk geweld. Wie participeren allemaal aan deze bijeenkomst? Alle korpsen, de douane, de brandweer, de politie, de penitentiaire ambtenaren, de DBS en het Directoraat Nationale Veiligheid, die hebben we ook uitgenodigd. Wie ben ik vergeten? Het leger in zijn totaliteit? Het leger. Kijken jullie succes terug naar deze dag? Helemaal, u ziet het. We hebben meer dan 100 mensen binnen. En niet alleen maar vrouwen, maar ook mannen. Ik ben heel blij met het support van de mannen. Want we hebben ze ook nodig, zeg ik ook steeds. Ze zijn er ook vandaag om ons te ondersteunen. We hebben meer dan 100 mensen binnen. Je merkt dat het gaat er heel ontspannend aan toe. Wat is uw boodschap naar de vrouw toe? Mijn boodschap is kort. Keep doing the good work. Ondanks de moeilijke situatie, blijf het goede werk voordoen. Als vrouw, als moeder. Dat is mijn boodschap. Mijn boodschap naar de vrouwen toe is, geef nooit op. Zet je in en probeer zoveel mogelijk jezelf te scholen. Dat is belangrijk. Mijn boodschap naar de vrouw toe is dat we gewoon een goede samenwerking aan moeten gaan. De eenheid groter moet worden. En dat we gewoon een geheel moeten vormen. Het is niet nodig dat we elkaar fighten. Ik denk juist dat we bij elkaar moeten komen bundelen. En gewoon het positieve eruit halen. Boodschap op deze speciale dag voor alle vrouwen. Zo, vrouwen. Groot en klein. Waar jullie ook zijn. Laten wij met z'n allen, want vaak ontbreekt dat bij de vrouw. Laten we even nagaan wie eigenlijk het gras wegmaait onder de voeten van een vrouw. Het is een andere vrouw. Meestal hebben vrouwen alle support van mannen. En wij vrouwen supporten ook echt wel de mannen. Dan heb ik het niet alleen maar over onze relaties, maar gewoon ook op de werkplek. Als een vrouw tegenstand ondervindt, is het van een andere vrouw. Mijn boodschap is vrouwen, laten we ophouden. Laten we elkaar ten volle ondersteunen, want wij hebben elkaar nodig om vrouw te zijn. Wij hebben elkaar nodig om één vuist te maken. Vrouwen, laten we daarmee beginnen. Laten we elkaar ondersteunen. Laten we heldinnen zijn voor ons eigen. Laten we heldinnen zijn naar onze andere vrouwen toe. We hebben elkaar nodig om één vuist te maken. Vrouwen, keep it up, we kunnen het. Wij zijn aan het eind gekomen van Focus. Namens het Nationaal Informatieinstituut wens ik alle vrouwen een strijdvaardige en solidaire Vrouwendag toe. Bedankt voor uw aandacht. Goedendag.